Nou, we komen van de huisarts. Ja, hij moet eraf. Dit is het, jongens. Want ja, je denkt, ik heb een nieuwe haartjes. Ik had er eigenlijk toch hoop dat ze zouden blijven zitten. Maar... ja, ik word wel steeds meer een schim van wat ik was, zeg maar. De pot is lekker gevuld. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Nou, we zijn dit keer weer onderweg naar de huisarts, maar niet voor mij, maar voor Sergio. Vertel. Ja. Nou, ik heb al een paar weken heel erg last van mijn schouder. En het gaat niet weg. En, Vooral aan de voorkant, hè? Niet echt erop, ja, toch? Heel vreemd. Ja, ook erop. Maar echt hier zo. En dan een beetje als ik deze beweging maak, zo naar voren. En als ik adem. Oh, dus, dat doe je regelmatig. Best wel, ja. En het gaat gewoon niet weg. Dus ik heb een paar weken gewacht. Ik denk, nou, misschien gaat het weg. Of ik iets verrekt of zo. Maar het gaat niet weg. En het is gewoon vervelend. En ja. Als het erger wordt zo. Dus nu is het nog... dat je denkt van, nou, als er iets is en er is iets aan te doen, dan kunnen we misschien aanpakken voordat het erger wordt. Juist. Nou, laten we eens even kijken wat te zeggen. Ja. Nou, we komen van de huisarts. Ja, hij moet eraf. Hij moet eraf. Oh, nee, de hele arm. Schouder. Doe je weer met me mee? Nou, top. Nee, gelukkig niet zo ernstig. Ze denken aan een overbelasting van de aansluiting van de... aansluiting? Van het aanhechting. Ja, van mijn bovenste aanhechting van de biceps. Ja. Dus pijnstelling. Ja, pijnstelling. Pijnstelling. Gaat lekker. Pijnstelling aan de waterkanaal. En nou ja, als het een beetje mee zit, hoge druk spuit erop en dan komt alles goed. Ja, pijnstelling. Pijnstelling en fysio. Fysiotherapie eventueel. Of dry needling. Dry needling. Oké, net op tijd. Winkel nummer 1. Ja, tante Elena die heeft Jessie Silver meegenomen naar Monkey Town. Zo hebben wij ook even de tijd om met z'n tweeën wat dingetjes te doen. En dus we gaan wat winkeltjes bekijken bij ons in de buurt. Waar je normaal gesproken gewoon langs rijdt en zeg je, oh, zit het hier? Oh, maar je niet naar binnen gaat. Dus dat gaan we nu wel doen. Trouwens, deze rode kop. Ja, ik ben niet aan het blozen. En nee, overgang jongens, overgang. Nou, lekker blosje, hè? Ik bloos voor jou altijd, puppy. Oh, is dat het? Zo, ik ben bij het huis gaan kijken. Dit is het, jongens. Dit is ons huis. Daar komt onze garage. En, nou, inderdaad, hier komt het keukenblok. Dat klopt. Koelkast. Kraantje, dat klopt ook. Hey, dat ziet er goed uit, jongens. Dat ziet er goed uit. Nou, en hier, wauw. Dit is de hal. Super groot. En dan komt hier het toilet. Even kijken zo. En dan komt hier, zoals je ziet, hier komt de tv. Dit is echt... en dit is onze tuin. Oh, spannend. Dit is echt te gek. Zo gaaf om gewoon hier nu te staan. En dat we gewoon straks gewoon hier zo de tuin lopen. Kijk dan jongens, dit is echt kicken. De hele uitbouw die klopt, dat is allemaal gelijk. We hebben allemaal dezelfde grote uitbouw. Nou, en hier zitten we dan straks. Nu is het nog onbegaanbaar. Maar ja, dit is het. Ga maar niet naar boven. Dat is een beetje te veel van het goede, denk ik. Ik ben boven. Joehoe! Dit is mijn slaapkamer. Kom, we gaan naar beneden. Hey, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hoe is het? Beetje onrustige nacht. Maar... onrustig? Ja, dat niet zo lekker lachen. Ik heb niks gemerkt. Ik zie dat niet, hè? Nee. Ja, een beetje onrustige nacht. Oké. Okay. Maar weer van dat ik niet nog lekker lachen zou. Ja, want je ziet er ook het uit. Geen rood meer in je gezicht. Dat is de laatste week. Ja, dat heb je nog. Hallo.
We gaan verder met de badkamer. Ik heb lekker diffuser in de woonkamer gezet. En dat ruikt hier heerlijk naar pepermunt en orange. Heb ik vandaag met Els uitgekozen. Ja? Yes, zeker. Heerlijk. En we hebben een nieuwe afvoer binnen. En ik had dus eerst een kleine vierkante. Maar dat ging hem niet worden, want dan zou ik meerdere sneders moeten maken in de tegel. En dat vond Els niet mooi, omdat ze nou eenmaal hele lange grote tegels heeft. Zoals je hier ziet staan. Dus nu ga ik daar het putje ga ik verleggen naar daar. Dan komt daar het rooster. Dan kan ik een hele tegel weer doorleggen naar achter. En dat wordt dus optisch gezien een stuk mooier. Dus we gaan weer hakken vandaag. We gaan lawaai maken, we gaan stof maken en hopelijk kom ik geen gekke dingen tegen. Wat ik ook nog wilde vertellen is dat de haartjes toch aan het uitvallen zijn. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien zo, maar als je op mijn hoofdhuid kijkt, zie je gewoon allerlei haartjes. Even kijken als ik zo doe. Nou ja, maakt ook niet uit, je weet hoe een haartje eruit ziet. Ze vallen uit. Dus ik heb allemaal, het is net alsof ik me geschoren heb. Allemaal hele korte haartjes overal. Dat zou gebeuren, dus dat hoort er allemaal bij. En als het dan eenmaal allemaal uit is gevallen, dan duurt het een maand of 3-4 voordat de nieuwe haartjes komen. En dan zouden ze toch wel echt moeten blijven zitten. Super spannend, want ja, je denkt ik heb nieuwe haartjes. Ik had er eigenlijk nog hoop dat ze zouden blijven zitten. Maar het is niet anders. Maand of 3-4, wachten dus. We gaan vandaag hakken. Een nieuw roostertje leggen. Hallo. Een wit? Oh. Ja, maar dat is wel licht in ieder geval, schat. Ik kun je niks aan doen. Oh, ik zie eruit. Ik word wel steeds meer een kankerpatiënt, vind ik. Ja? Ja, ik word wel steeds meer een schim van wat ik was, zeg maar. Oké, maar goed. Kom. Allemaal goed, schat. Toen lang jij maar van me houdt. En zo is het. Ja, we gaan van klussen naar koken. We vervullen gewoon alle rollen vandaag. We gaan koken. Ja, met het bijzondere ding die jij... Ik wou zeggen, welkom bij Koken zonder Sterren. Ik ga iets maken in de IKEA rommertop. Of zoals de Zweden zeggen, rummertop. En die heb je in het water staan, want die hebben we nog nooit gebruikt. En die had de eerste nacht in het water moeten staan. Dus dat hebben we gedaan. Kijk, het is een hele mooie aardewerkpot. Die is nu, omdat het vrij poreus is, is hij mooi gevuld met water. Of ja, zeg je dat? Verzadigd. Hier een paar mooie Ierse runderriplappen en wat lekkere verse groenten. Die ga ik snijden en choppen. En dan gaat hij hierin met wat kruiden en dan in de oven. Lekker! Ja, ik vind het een goed idee. Ik ben benieuwd. Ik heb het nooit gedaan. Ik denk dat het zoiets is als een soort tagine, maar dan anders. Ik heb zoet aardappel, wortel, ui, prei, selderij. Dat is een beetje van de kookschool, weet ik dat nog. Dat noemden wij wups, als in rups met een W. Pompoen en knolselderij en wat lekkere kruiden. Ik ben benieuwd. Ik ook, toppie. Ik heb de meest ideale setting nog niet gevonden, maar we doen het even zo. Ik heb pompoen, knolselderij, wortel gesneden. Zetten de pan aan. Lekker knoflookolie erin. Laten we een beetje warm worden. Zo, lekker aanfruiten. Oké, uitje erbij. Pepertje erbij. Niet te veel zaadjes, want die zijn het heet. Dus, mijn mes is net zo bot als Geert Wilders tegen de moslimgemeenschap. Niet te doen. Prachtige kleurtjes. Hoog vuur. Goed aanfruiten. Wat peper en zout. Lekker. Die gaat zo erin. Daarin. Dan nog een zoete aardappel erbij, maar die hoef je niet te bakken. En dan het vlees licht aanbraden. Ook hierin. En dan daarin. Zo, dat is lekker aangefruit. Mag best wel een beetje donker zijn hier en daar. Want het geeft extra
smaak straks aan het hele gerecht. Daar zit weer olie in. Stukje vlees. Lekker. Hoppakee. Spat het natuurlijk alle kanten op. Je kan boter gebruiken, dat spat het minder. De aardappeltjes ga ik er pas later in doen, want dit gaat nog slinken in de oven. En dan passen de zoete aardappelen er beter bij. Deze mag iets zachter. Zo, omdraaien. Oven voorverwarmd tot 160. En dan gaat hij er zo meteen in. En dan laat ik hem gewoon 3 uur erin staan. Ongeveer gaan we weer 5, 6 uur eten. En ik ga nu het vlees eruit halen. Anders gaat het niet goed. Zo, de pot is lekker gevuld. Ik heb gekozen voor rozemarijn en tijm. Een beetje bouillon gemaakt. En dan kan die nu oven in. Dus, dat doen. Einde van de dag. Ik heb er... Het is een beetje donker. Het roostertje zit erin. En 1-2 tegels erbij gelegd. De muur is helemaal dicht. Dus dat hebben we in ieder geval geregeld vandaag. Jessie heeft al gegeten. Ben je nou Jessie zijn eten aan het eten? Dat is niet de bedoeling. Ik heb hier de romp. Ik heb hier rompfpots gemaakt. Nou, dat gaat er zeker in. Hoe heet het ook alweer? Ja, sorry. Rompfpots. Ik ga het gewoon even weghalen, ja? Tada! Die wil straks weer. Dus... Zoete aardappelen. Die andere is ook bijna klaar. Zo, stukje. Stukje vlees. Klein stukje maar. Goedemorgen. Het is echt zo Oost-Indisch doof. Oost-Indisch doof. Ja, echt. Hij luistert wanneer hij er zin in heeft. Maar ik heb ook wel eens begrepen, hè, dat toen bij de ouders dat je echt denkt van, jeetje mina. En dan hebben ze ergens anders gespeeld en dan zeggen ze, nou, hij luisterde voortreffelijk. Dus dan komt het bij een ander er wel uit. En thuis zijn ze echt alleen maar grenzen aan het opzoeken. En we zijn bezig met zindelijkheid. En dan is hij ook heel erg trots als hij een plasje of poepje heeft gedaan op de pot. Maar hij gaat het gewoon niet aangeven. Hij geeft gewoon niet aan als hij geplast heeft of als hij gepoept heeft of als hij moet ofzo. Terwijl dat een tijdje geleden waren we er ook mee bezig. En toen deed hij dat wel, maar ja, toen had ik waarschijnlijk een gek idee dat zijn piemeltje een beetje hard werd ofzo. Maar nu gewoon niet. Ingewikkeld allemaal. Ik denk dat we weer gaan afsluiten en we gaan eten halen. Ja, bedankt voor de reacties op de vorige vlog in ieder geval. En we zijn weer erg benieuwd hoe jullie deze vlog weer vonden. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ben ik aan te zetten. En weer bedankt voor jullie support en de reacties. We kijken ernaar uit. Tot de volgende keer. Ciao.